Wauw. Wat een vette intro, jongen. Ja toch, niet dan. Nou, vind je het niks of vind je het wel wat? Laat het gewoon even weten in de reactie. Good morning YouTube. Yo gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben Jeff. En vandaag, ja, gewoon een beetje een verhaaltje over gisteren en zo. Want gisteren overdag ben ik even wezen game. Ik had nachtdienst. En ja, het ging totaal niet. Ik raakte ook totaal helemaal niks. Het was gewoon één groot drama. Het was echt kloten. En toen was ik het helemaal zat. Want zoals jullie weten was mijn controller... Ja, die is ook gewoon een beetje af. Weet je, die dingen die gaan maar een jaartje mee, denk ik zo'n beetje. En daarna zijn ze gewoon op. Dan ja, kan je er gewoon niet meer echt lekker mee spelen. Ja, wat je ermee kan doen is gewoon zo'n bordspel of zo, weet je wel. Voor de rest, het is gewoon drama. Als je gewoon moet aimen en zo. Het is gewoon kut, want je aimt er iedere keer naast. Als je dan je sticky loslaat, dan draait hij gewoon weg naar links of naar rechts. Meestal bij mij naar links toe. Echt heel erg vaag. Dus ik had zoiets, nou weet je wat, ik ga lekker eventjes op de motor even een nieuwe controller halen. Want ik moest toch in Zaandam wezen. En in Zaandam moest ik ook even een, hoe noem je dat, zo'n simkaartje halen voor Sam. Want die was ook weer, die had het ook weer begeven. Maar goed, dus ik op de brommert lekker even die kant op, zo'n controller gehaald daar al. En op de terugweg kwam ik een politiebusje tegen. Ja, die ging netjes aan de kant, dus ik kon er voorbij. In ene zat er een motoragent, het was er eentje in Burger, die zat een beetje schuin achter me. Die bleef rijden in mijn dode hoek eigenlijk, maar ik had hem al gezien, ik had hem al door, want hij vloog tussen die... Dus die auto's door en ik denk, what the fuck, dit doe je niet zomaar. En toen keek ik een beetje naar beneden, zo de hoogte van zijn heup. En toen zag ik al zijn portofoon, zag ik al hangen. En toen had ik al zoiets van, wat ben jij, een viezerik. Nou ja goed, toen waren we aangekomen bij het stoplicht. En ja, het is een beetje een vreemd stoplicht. Je hebt eigenlijk twee rijbanen voor rechtuit en dan komt er eentje van een parallelweggetje af. En ja, die auto's die gingen voor. En er stond zo'n jong jochie, een beetje met zo'n brilpijpie. En ja, met zo'n Volkswagen, weet je wel. En ja, die trok een beetje hard op. En ja, toen vloog die gozer, die vloog meteen met zijn brommert ook gewoon even door rood heen. Achter die gozerrand. Toen had ik al zoiets en ik zie je, ik heb toch weer gelijk. Maar goed, ik ben gewoon lekker doorgereden. En toen op een gegeven moment liet hij zich eigenlijk een beetje afzakken. En wat er op dat moment gebeurt, ik haal hem dus zachtjes in. En, nou ja, goed, de rijdt dus die file door, hè. Dat doe ik altijd. Dat mag gewoon, dat is gewoon gedoogd. Dat is allemaal geen probleem. Mits het maar stapvoets doet, dan is het allemaal geen probleem. Dan mag het en dan kan het ook gewoon. Dus dat doe ik. En die gozer die rijdt achter me aan. En wat gebeurt er bij het stoplicht? Gaat hij een beetje dat uitdagend gedrag, weet je wel. Een beetje spelen met dat gas. Een beetje aankijken, zo van, nou, kom maar op. En toen had ik al zoiets van, wat ben jij een flikker? Want je bent het gewoon aan het uitdagen. Wat een rat ben jij. Gewoon een smiecht, stinkert. En op het moment, want ik gaf gas toen het groen licht was. Toen ging hij ook een beetje ja, naast me rijden. Zo van, nou, kom dan, kom dan. En ik gaf een klein beetje gas bij, weet je wel. Van, om te laten zien ook van, joh, ik ben echt niet bang van je. En donder maar op. En op dat moment ging hij steeds harder rijden. En ik bleef er eigenlijk een beetje naast hangen. En op een gegeven moment liepen we naar de 80 toe. Je mag een 70, liepen we naar de 80 toe. En hij bleef gewoon steeds harder rijden. Gewoon in de hoop dat ik ook gewoon te hard ging. En ik kon niet meer bekeuring geven. Wat ben jij een fucking flikker. Echt waar. Niet dat ik die bekeuring heb gehad, hoor, maar het is zo smiechterig, zo smerig, weet je. Eerst vliegt hij al de rood heen, zomaar, gewoon uit het niets. Omdat hij dacht van, nou ja, die gozer gaat te hard rijden. Nou, die had het gelukkig ook al door. Daarna probeert hij mij een beetje uit te dagen, zo van, nou, kom maar op, weet je al. Ga maar lekker te hard, en dan krijg ik ook tenminste een bonus. Hè, dan krijg ik ook een kerstpakket. Wat zulke flikkers zijn, daar denken ze alleen maar aan. En ik denk, what the fuck is dit nou, jongens? Dat mag gewoon, weet je. En het mooie is, als jij dan ook gewoon nog te hard rijdt, dan staan ze gewoon nog lachend, staan ze gewoon een bekeuring uit te schrijven. Echt. Nou, dan ben je in mijn ogen gewoon een flikker en dan ben je het gewoon niet waard om politieagent te zijn. Dan ben je eigenlijk ook te dom om gewoon politieagent te zijn. Dus ga dan gewoon lekker van die handhaving doen, weet je. Als je gewoon afgekeurde politieagentjes, die worden van die handhaving gasten, weet je. Die kunnen ze ook weer bekeuring uitschrijven. Lekker de hele godganse dag op een scootertje rijden. En dan kijken naar een bonnetje of er niet iemand 1 minuut te laat is, weet je. Wat een gast allemaal. Nederland, we zijn in godsnaam mee bezig. Maar goed, ze verdienen de bakken geld aan. En
Ja, daarvan worden alle vakanties weer gesponsord voor die gasten natuurlijk. Alle kerstpakketten, bonussen, weet ik het allemaal. Want zo slecht verdienen ze niet eens hoor. Absoluut niet. Nee, als ze maar de bekeuring uitschrijven. Hè? Het is crisis, maar goed. Ja, laat je maar een minuut in de moeten komen. Ja, laat je maar niet te hard moeten rijden. Vuile flikkers, van de week ook al. Godverdomme, 91 euro boete. En waarom? Ik reed 10 kilometer te hard op een provinciale weg waar je 70 mocht. Nou, ik weet het niet, maar iedereen die motor rijdt, iedereen die aan het lessen is, die weet ook gewoon dat je gewoon 10 kilometer harder mag rijden dan het overige verkeer. Tenminste, je mag als je 70 mag daar, dan mag je 80. En meestal rijd ik 75, 80 dan. Maar nee hoor, wat doen ze? Je krijgt godverdomme 91 euro boete. Wat de flikkers. Dan maak ik gewoon expres 2 euro extra over. Want zo ben ik ook wel weer. 2 euro extra's, dan hebben ze nog een voortje, weet je. Wat de flikkers. Vroeger kreeg je nog gewoon je geld terug. En dat was, de administratiekosten. Dat die tarieven, die krijg je er nou ook gewoon een ene bij, weet je. Ja, je krijgt 6 euro administratiekosten. En de boete, ja, en maak niet dan 5 cent te veel over, want je krijgt het echt niet terug. Ook dan maak je 10 over, te veel. Omdat je het per ongeluk verkeerd doet. Nou, denk niet meer dat je het terugkrijgt. Vroeger wel. Vroeger deed het ook expres. Vroeger deed je expres een euro te veel overmaken. Om gewoon extra kosten voor die flikkers te maken. Want zo is het. Ik ben er echt zo, Jezus, boos om. Wat ben je in godsnaam aan het doen, weet je? Gaan ze je gewoon uitdagen. Gaan ze gewoon op een buik in het gras leggen. Of met een dikke reet achter de lantaarnpaal. Vaak zie je het ook vaak, weet je. Dan zie je gewoon, dan ben je aan het rijden. Moet je maar eens opletten als je naast je ouders zit of zo. Dan zijn ze aan het controleren. Zie je zo'n dik varken. Want dat zijn het meestal. Omdat ze gewoon te beroerd zijn om wat te doen. Die staan dan gewoon met zo'n laserpistooltje. Staan ze dan achter een lantaarnpaal. Of achter een boom. Of dat je ze niet ziet, weet je. Je ziet aan de ene kant zie je een paar van die vetrollen ertussen uit. En achter die lantaarnpaal of die boom komen. En aan de andere kant die dikke reet. Ik denk, what the fuck zijn jullie godsnaam mee bezig? Echt. Oh. Maar goed. Graag zal ik wel weten. Jongens, wat vinden jullie daarvan? Ja, mijn vader zit ook met de politie. En die heeft helemaal gelijk. Mijn vader heeft altijd gelijk. Ja, totdat je op tijd in je nest moet. Want dan heb je ineens geen gelijk. Toch? Maar goed. Jongens, het is gewoon erg treurig. Gewoon dat soort gasten, weet je. En dat doet allemaal maar. En het is allemaal geen fucking probleem. En ja, ga dan niet te hard rijden. Want dan ben je gewoon de lul. En het is gewoon 91 euro. Dat vind ik toch wel een hele hoop centjes. En dat geld had ik liever gewoon in mijn YouTube kanaal gestoken. Of gewoon een andere leuke game voor kopen, weet je. En dan, omdat ik dat dan kan uploaden. Dus, ja, ik vind het gewoon zonde. Ik ga het liever gewoon, weet ik voor wat, haal ik er een kratje bier voor en wat vlees. En dan gaan we gewoon lekker barbecuen, want zo ben ik ook, weet je. Dat vind ik ook erg leuk en gezellig en ook heel erg lekker natuurlijk. Want ik ben echt een vleesmonster. Ik eet heel veel vlees. En, mijn groentekinders me eigenlijk stelen als ze me niet aan mijn brood en mijn vlees komen. Want dat is echt maar alles. Dat vind ik echt heel erg lekker. Alle soorten vlees lust ik eigenlijk wel. Totdat ze die paneertroep erop gaan gooien. Want dan heb ik zoiets van, ja, dat is zonde. Maar voor de rest, ja, ik lust alles. En ik vind het gewoon erg zonde, weet je. Als je dan die prentjes krijgt van die gasten. En natuurlijk, weet je. Ik rij echt heel veel kilometers. En ja, dan zit er eens een keer een boete bij. Ik heb toen ook, ik heb 5 jaar lang heb ik op de weg gezeten. Ik reed eigenlijk overal 10 kilometer te hard. Ik heb 1 keer een prent gehad omdat ik... ik reed dan in zo'n verlengde bus. Dat de achterkant van mijn bus, die stond over een invalide parkeerplek heen. Nou, het was niet eens zo heel erg hinderlijk, want mijn wielen, 4 wielen waren buiten het vak, maar hij stond er iets overheen. En dan gaan die kakkelak op die scootertjes, die gaan je dan een print geven. Ga even zitten, dan ga ik je ook even vertellen waarom. Zit je? Ja. Tenminste, ik ga je vertellen waarom. Ik zal je vertellen hoeveel eurootjes dat was. Eurootjes hebben we het over, hè jongens. 250 euro. 250 euro. Het is niet normaal. En natuurlijk, sta je op het vak, dan heb ik zoiets van, ja, je hebt gelijk. En ja, hangt die bus iets over, dan heb ik zoiets van, nou ja, weet je wel, wat loop je nou te janken. Maar goed, ook heb ik 1 keer een print gehad en dat was dan omdat ik... volgens hun tegen de draad inreed. Maar wat ze niet op hebben gelet,
is dat er een bordje bij stond dat het alleen maar voor vrachtwagens gelde en niet voor personen, auto's of busjes of wat dan ook. Zo zeg je jongens, bedankt voor het kijken en tot later. Ciao.